De rivier is een uitdaging. Een heel andere visserij dan gesloten water. Dat is een water waar scheepvaart is, water waar in beweging staat. Hier zijn vissen van alle proportie. Wat kunnen we verwachten hier? Vissen van 1 kilo, vissen van 30 kilo. Hier kun je ook bijvangsten verwachten. Hier kun je een heel amusement, hier kun je sport verwachten. De eerste tip dat ik je ga meegeven, dat is de locatie. Waar moeten we op letten met aankomst van de rivier? Hoe kiezen we onze stek? Een stek die wordt gekozen eerst en vooral op goed gevoel. Je moet je goed voelen op de stek. Als we ergens aankomen, dan moet je kunnen zeggen, wel hier ben ik graag. Dan beginnen we dus ook, als we ons daar goed voelen, die stek eens te bekijken. Waar kunnen we de vis verwachten? Hoe komt de vis? Van waar richting? Hoe is het bodemverloop? De stroming? Is de stroming afwaarts? Zitten we aan de linker of de rechteroever? Dus dan moeten we eens kijken naar die bodem en dan beginnen we te peilen. Peilen, dat doen we door middel ofwel met een sonar ofwel, ik doe dat meestal met de hengel. Het bodemverloop, dat noteer ik dan op een blaadje, zo ik toch een idee heb op wat afstand een diepte is, een richel of een kuil of een plateau. En die dingen zijn enorm belangrijk voor ons. Zeker daar kunnen we die karpers verwachten. Ook rekening houdend met de locatie is de scheepvaart. De scheepvaart die kan soms tot op enkele meters uit de oever komen. Dus deze plekken die zijn onmogelijk bevisbaar. Ook deze stek is dat probleem. Dus vissen we hier zo kort mogelijk aan de oever. Daar heb je voor- en nadelen mee. Vissen, zeker riviervissen, die je moet uittrillen op grote afstand, bijvoorbeeld in het midden van de Maas, die een afstand die je moet overbruggen, daar zijn veel obstakels onderweg. Bijvoorbeeld auto's die gestort zijn, maar ook bomen, takken, wier, mosselbanken, richels, rotsblokken. Dus wanneer je kort aan de oever vist, dan heb je dat risico ook niet dat je daar je vis in gaat verspelen. Is die scheepvaart dus verder, dan kun je het risico wel nemen om al in zijn stek aan te voeren verder uit de oever. Verder in de locatie, wat heel belangrijk is, vind ik toch wel dat je je vissen kunt observeren in de ochtend, in de avond, zeker wanneer ze hun al eens durven verraden. En daar zou ik ook op letten. Wanneer we eens gaan zoeken naar de stek, kijk dan naar de vissen die hun verraden door een ring, door te springen, door te azen, door luchtbellen. Die plekken verraden stekken en daar zijn meestal de vissen ook wel aanwezig. Tip 2. Eens we die locatie gevonden hebben, dan gaan we voeren. Voeren, wanneer we aan de stek aankomen, dan ben ik van mening toch een stek op te bouwen. Stekken opbouwen, dat loont. Hè? Dat is investeren en investeren, dat is daarna afromen. Ik begin meestal een week op voorhand. En dan durf ik, als ik in het weekend ga vissen, dus maandag zal beginnen te voeren. Zeker als we aan de oevers voeren, dan zou ik langs de oevers gaan, toch altijd een 200 meter. Het aantal bollen dat ik voer op de eerste dag, dan durf ik toch wel een 10 à 15 kilo voeren. Dag 2 kom ik terug en ik verkort mijn traject ook wat. In plaats van die 200 meter durf ik dan de
100 meter te nemen en het voer blijft hetzelfde. Het aantal voer blijft hetzelfde. Dus bij evenveel kilo's, maar ik kom gewoon korter. Dag 3 kom ik nog korter en ga ik het voer al een beetje minderen. En dag 4 juist hetzelfde, tot uiteindelijk die vis op de stek aanwezig is met een klein aantal voer. De dag dat we gaan vissen, verwacht ik dan ook dat de vis op de voerstek aanwezig is. Vaak duurt het dan ook niet lang eer dat de eerste hengel afloopt. De vissen die we hier vangen, uiteraard zeer mooie vissen. Je kunt ook natuurlijk, het zijn riviervissen. Riviervissen zijn voor 80% schubkarpers. Toch zitten daar uitzonderingen tussen. Je hebt vissen bijvoorbeeld. Ik heb hier een boek dat we toch ook zeer mooie spiegelkarpers hebben gevangen. Zoals kooikarpers. Grote schubs, zoals een rijenkarper. En door in de jaren merk je toch wel dat de gewichten enorm toenemen op bepaalde vissen. Hier een graskarper, die heb ik destijds gevangen in een warme zomeravond. Die was 1,22 meter. Die woog 28,5 kilo. Andere verrassingen, echte lederkarpers. Karpers met uitzonderlijk grote staarten. Dat is toch wel, zeker op deze stek heb ik ooit een witte kooikarper gevangen. En die vis die heb ik gevangen in de maand september. Ook op een goede zomeravond. Heel onverwacht een beet gekregen en die vertrekt midden van de rivier. Op dat moment komen links en rechts een aantal boten af. Dus dat vrachtverkeer, dat blijft komen. En je ziet die vis in het midden omhoog komen. Dus die duikt mooi omhoog en je ziet een witte rug. Ik heb dan mijn hengel ondersteboven het water ingeduwd. Dat vrachtverkeer over mijn lijn verder kon varen. En was dat vrachtverkeer dan verder, dan kon ik mijn vis verder afdrillen. Dus die heb ik dan toch kunnen netten. En die klokte dan toch bijna de 20 kilo. Andere memorabele vissen, ja, verschillende vissen boven de 25 kilo. Zowel schubs als spiegels, toch wel, ja. Tip 3. Materialen. De materiaalkeuze is van enkele factoren toch afhankelijk. Ten eerste van het budget, wat je aan je materialen kunt geven. Anderzijds de situatie waar je in bevindt. Hier op de Maas is natuurlijk, ja, je komt wel eens te maken met meerval, grote karpers, dat we zeker zwaarder materiaal moeten gaan gebruiken. Dit is ook materiaal zoals onderlijnmateriaal, hoofdlijnmateriaal, de shockleaders, maar ook de hengels. De hengels die naar mijn mate toch wel altijd een sterke hengel mag zijn. Een 12 voet, 3 kwart, 3,5 lb mag toch zeker aanwezig zijn hoor. Sterke molen. Die toch wel wat kan verdragen, want sommige runs die toch wel van lange duur zijn. Hoe ik al zei, de meerval is sterk aanwezig hier op de Maas. Niet alleen de Maas, maar ook andere rivieren. Wanneer de drill te lang gaat duren, ja, dan gaat je andere vissoorten verjagen, gaat je vissen verspelen, dan gaat je een dubbele run verspelen. Waar wel een karper aanwezig is, ja, daar moeten we wel rekening mee houden. Stel, je komt hier aan met 10 voeters, 2 lb,
één driekwart, ja, dan ben je al verloren voordat je moet beginnen. Tip 4, de veiligheid. De veiligheid van de vis, die toch wel enorm belangrijk is hier aan die betonde oevers. Vissen die we vangen hier op de Maas, je kunt kleine vissen vangen, je kunt grote vissen vangen, maar toch zeker voor die grote vissen, die zijn toch wel van kapitale waarde. Niet dat we die vissen gaan verliezen, want die zijn niet snel te vervangen. Vissen waarvan een staart is gebroken, dat gebeurt hier vaak genoeg, jammerlijk vaak genoeg. Daarom stel ik voor toch meestal een stevige onthaakmat te nemen, een grote onthaakmat, water bij de hand en dat we die vissen toch wel fatsoenlijk kunnen behandelen. Ook wat ik sterk wil afraden is het zakken van vissen. Het zakken in bewaarzakken of in slings hangen. Voor mij heeft dat weinig waarde, een foto overdag of 's nachts. Ik vind het belangrijk voor de vis zelf, op het moment dat die gevangen wordt, dat de vis ook gefotografeerd wordt en meteen terug te water gelaten. Vissen die we in de sling hangen, vaak in de stroming, die hangen aan de oppervlakte te bengelen. Dan komt er nog eens een zwaar boot door. De scheepvaart is vaak sterk te noemen hier van die olietankers. Die vissen worden tegen de beton geslagen met alle gevolgen van dien. Dus dat, probeer dat alsjeblieft te vermijden en neem uw foto's 's nachts. Tip 5, de allerlaatste tip die ik u wil meegeven, dat is toch wel zeker in deze buurt, in deze locatie, de veiligheid van uzelf. Zoek het gevaar niet op. In de zin van, kijk, we zitten hier ten eerste al in een lugubere buurt. We kunnen hier van alles treffen. Zijn het jongeren die slechte bedoelingen hebben? Zijn het zwervers? Laat die mensen gerust. Zoek dat niet op. Gaat ook niet in reactie of in contact met die personen. Wat we ook zeker kunnen vermijden hier, is de veiligheid naar onszelf toe. In deze buurt is ook vaak zie ik mensen met zodiacs toch wel het water opgaan tussen de zware scheepvaart, vaak zonder reddingsvesten. Doe dat niet. Jaarlijks sterven hier mensen door verdrinking, ook door stoerdoenerij. Doe dat niet. Probeer met de voetjes op de grond te blijven. Denk aan de visserij en houd die zo simpel mogelijk. En dan gaat je zeker uw rivier vissen aan de oever krijgen. En daar gaat je een enorme voldoening van krijgen. Dus dat waren enkele tips. Vergeet zeker niet u te abonneren op ons YouTube-kanaal. En veel succes aan de rivier.